alle tochten bij elkaar opgeteld is iets meer dan 25.000 kilometer. Het liefst fietste ik daar door de heuvels van Maastricht en dan aan het eind van de dag in Maastricht een lekker stuk vlaai eten. Nou, dat vond ik eigenlijk gewoon een beetje het summum. Lelystad en Emmeloord, daar wilde ik liever niet gevonden worden, zal ik maar zeggen. Oost-Groningen, dat waren wel momenten dat ik af en toe dacht, waar ben ik eigenlijk in godsnaam mee bezig? Hier is het wel heel, heel alleen. Gelderland is een heel mooie, veelzijdige provincie. Heel veel verschillende soorten gebieden, dus Betuwe, Veluwe en de Achterhoek en dus hier het Rijk van Nijmegen. Maar tussen Nijmegen en Arnhem is het echt wel een beetje zoeken als je daar wilt fietsen waar het leuk is. Qua landschap kijk je eigenlijk alleen maar naar het asfalt en naar de auto's. Ik ben wel een beetje een mooi weerfietser. Het is natuurlijk wel eens gebeurd dat ik tijdens het fietsen in een plensbui terecht ben gekomen. Ik heb natuurlijk zoveel tochten gemaakt, 250 in totaal. Dan zou je zeggen, je hebt ook wel eens wat pannen gehad. Ik kan me herinneren dat ik tijdens een tocht toen een keer dacht van, oh, ik heb opeens vering in mijn voorvork. Nou, toen bleek dat het frame was gebroken. Het enorme project is nu klaar, dus de kans dat er een zwart gat komt is redelijk groot. Maar ik wil dat gaan opvullen door een boek te gaan schrijven. Dus ik zie ernaar uit straks in de pen te klimmen en om deze enorme missie nog eens te gaan overdenken.